tientallen miljoenen potten elk jaar dankzij dingetjes die aan dit soort plantjes groeien. Inderdaad, pindakaas. Bij de noten, of beter gezegd peulvruchten, gooi je plantaardige olie en zout. En het resultaat is het bruine goud waar zowat heel Nederland verzot op is. Met speciale pindakaaswinkels tot gevolg en zelfs een nationale pindakaasdag. Afgelopen donderdag was dat. Nou, en zo lusten wij er nog wel eentje, dus welkom bij de Vijf. Helemaal gewijd aan dit geliefde oer-Hollandse broodbeleg. Al 70 jaar lang een hit, want ja, je wordt er natuurlijk groot en sterk van, hè? Dat is het imago. Maar het is ook nog eens supergoed voor je huid. You were scrubbing him? Yeah. Oh, Ethan. Hi. Does it feel good? Yeah? We have to go give you a bath now. Oh. Emily, no more. Lekkere smeerkezen. Maar pindakaas is zo fantastisch, je kunt er zelfs mee uit de gevangenis ontsnappen. Echt waar. In Alabama in Amerika fopten een paar criminelen een onervaren bewaker door op de celdeuren nummers aan te passen met pindakaas dus. De bewaker dacht daardoor dat hij een celdeur opendeed, maar het was de buitendeur. En binnen 10 minuten waren 12 boeven hem gesmeerd, maar die werden allemaal weer gepakt, deze meneer als laatste. Het was natuurlijk slim bedacht en ze dachten er ook heel groot mee te worden, maar helaas pindakaas voor hun dus. Je kunt pindakaas zelfs gebruiken als je in de Tweede Kamer een messcherpe sneer wilt uitdelen. Dat bewees Geert Wilders 4 jaar geleden toen de VVD-ministers Opstelten en Teven vertrokken. En het liefst had hij Rutte erbij gezien. Stap op met uw hele kabinet. Hoe eerder uw rampkabinet vertrekt, hoe beter. U heeft Nederland al genoeg de vernieling ingedreven. Ga weg, stap op, ga weer pindakaas verkopen of wat hij ook maar wil doen. Dat laatste sloeg op Rutte's tijd als personeelsmanager bij Calvé eind jaren 90. Ver voordat hij de politiek inging, maar goed, de premier liet natuurlijk niet de vloer met zich aanvegen. Dat laatste brengt ons wel op museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, waar 8 jaar geleden wel een pindakaasvloer werd aangeveegd. Wat bent u aan het doen? Ik ben een pindakaasvloer aan het smeren. Is dit een grap? Nee, het is kunst. Hoeveel moet er nou nog? Een klein stukje. Een potje of 100. Nou, sterkte ermee. Ja, komt goed, dankjewel. Het zal je werk maar wezen. Nou, in dat museum stond er geen hek omheen. Dus voor meerdere argeloze bezoekers was het vervolgens geen kunst om er doorheen te lopen door die vloer. En die moesten ook echt de herstelkosten betalen. Want ja, zo werkt dat als je iets sloopt in een museum. Goed, we hebben kunst gezien, scrubben, ontsnappen, iemand dissen. Maar met pindakaas, we vergeten het bijna, kun je ook prijzen winnen. Calvé pakte 3 gouden lookies maar liefst met tv-reclames. Onder andere 8 jaar geleden met Pietertje. Pieter, maar steeds beter. Ik wil echt niet voetballen, Pieter. Nee. Tot zover. We smeren hem, maar geen nood. Een peulvrucht dus. Volgende week krijg je weer de 5. Tot dan!